Hallo, ik ben Cathy. Welkom bij dit Print Deal klaslokaal. In deze aflevering ga ik je alles vertellen over snijmarge of afloop. Als je gaat ontwerpen voor print of drukwerk, is het belangrijk dat je een snijmarge of afloop aanbrengt in je ontwerp. Als je dat niet doet, dan loop je het risico dat er bijvoorbeeld lelijke witte lijntjes verschijnen aan de randen van je visitekaartje of je flyer. Dit heeft alles te maken met de manier waarop drukpersen werken. Dat ziet zo: een drukker combineert vaak meerdere exemplaren van een drukwerkproduct, zoals een visitekaartje of een flyer op één groot drukvel. Dit combineren bespaart kosten en verlies van papier. Nadat het gedrukt en gedroogd is, snijdt de drukker je drukwerk in de meeste gevallen volautomatisch af. Bij dit snijden treden altijd minimale afwijkingen op. Om dit op te vangen, laat je aflopende achtergronden in je drukwerk altijd een paar millimeter aflopen. Op deze manier voorkom je dat aan de randen van je drukwerk dus die lelijke randjes ontstaan. De grootte van je snijmarge verschilt van product tot product. Voor visitekaartjes is dat bijvoorbeeld 3 millimeter rondom. Dat betekent dat het aan te leveren formaat van een visitekaartje van 85 op 55 mm, dus 61 op 91 mm is. Dat is het netto formaat, plus 3 mm aan alle zijden. Als je je drukwerk aanlevert met de aanlevertool van Printheal, dan controleren we je bestand automatisch op de juiste snijmarge. We geven deze aan met een rode rand. Als je bestand geen afloop bevat, krijg je een foutmelding. Om het correct te uploaden, moet je het nu opnieuw opmaken met de juiste afloop. We noemen de gele rand in de aallevertool trouwens dus de veiligheidsmarge. Dit is een extra marge die we hebben ingebouwd om te zorgen dat jouw drukwerk zoveel mogelijk aan je verwachtingen voldoet. Zorg dat de belangrijkste info, zoals tekst, niet in die veiligheidsmarge plaatst, zodat die bij het snijden niet per ongeluk wordt afgesneden. Je weet nu wat een snijmarge is en waarom je dit moet gebruiken in je ontwerpen. Wil je voortaan op de hoogte blijven van al onze tips en tricks? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal. En heeft deze video je geholpen? Vergeet dan niet deze video te liken. Tot de volgende! Printiel klaslokaal. Print deal